De Strongman Competition die staat er wederom voor de deur. Voor zij die er echt in geïnteresseerd is, moet dan aankruisen. 4 augustus 2024 zal het allemaal moeten gebeuren op het terrein van Kuldeep Singh aan de Annamoestraat. We spraken er met de trekker van de Strongman en dat is dan de heer Wiki. Als ook met 2 van zijn atleten. En zij vertellen allemaal niet alleen maar over de Strongman en Women Competition, maar ook wat het betekent om deel te nemen aan een dergelijke competitie. Als je je even voorstellen. Ik ben Shane Yubitano. Ramsaran Vikash. Ik ben Donovan Satam. Ja. Heer Vikash, met u beginnende, want u bent de stuwende kracht hierachter. Waarom staan we er hier? Zo, vandaag hebben we de teaching van onze opkomende Strongest Men en Women evenement. Dat vindt plaats op 4 augustus op de ondernemingscomplex van Kuldeep Singh, de Annamoestraat. Wanneer is jullie laatste activiteit geweest? Dat was vorig jaar, 20 november 2023, hadden we ons afgelopen evenement, Strongest Men evenement. Ja, en hoe is dat afgelopen toen? Dat was een succesvol. We hadden 2 klassementen bij de heren. Een dames open klassement en de animo was groot. Dus vandaar dat we een vervolging geven aan onze toernooi. Merkt u dat er steeds meer atleten zich aansluiten bij de organisatie? Jawel, jawel. Dit keer hebben we 3 dames. Vorige keer hadden we 2 dames. Dus stilletjes aankomen zij ook meedoen. En bij de heren hebben we ook meer nieuwe gasten bijgekregen. Ja. Hoe is het met de internationale participatie? We hebben wel uitnodiging gekregen van Aruba, Strongest Men Aruba, de organisatie daar. We kijken uit om onze atleten af te vaardigen richting die kant. Maar dat is pas na augustus. Jawel. Ja. Hoe wordt een dergelijk event financieel gedragen? Nou, als organisatie worden we gedragen door een Nationaal Leger, het ministerie van Defensie. En we hebben ook sponsors daarbuiten die ons financieel ondersteunen. Beginnen ze steeds meer belief in jullie te krijgen? Want ik ken nog momenten dat jullie hebben echt kleine stappen moeten maken, die babystappen. Jullie hebben moeten kruipen. Kruipen jullie nog of beginnen jullie nu een beetje te lopen? Nu beginnen we wel stilletjes aan te lopen. Dat heb je wel wanneer je start met een stichting. De vertrouwen die moet komen vanuit de zijde van de sponsors. En ik denk dat we dat hebben kunnen winnen. Ja. En hoe is het prijswijs, de prijzen die de atleten krijgen? Want dat moet toch ook een soort motivatie voor ze zijn? Jawel, natuurlijk. Daarvoor staan we ook als organisatie. Dit keer hebben we gemeend om een prijsenvelop te geven voor de nummer 1. Jawel. Nou, deze heren staan niet als uw bodyguard, ze zijn ook atleten, ja. Heer Yubitano, heb ik het correct? Yubitano. Ja, heer Yubitano. Wat is voor u drijfveer geweest om ook mee te doen aan de Strongest Men? Kijk, ik heb al eerder meegedaan aan Strongman, dus nadat ik heb gehoord van dat Wiki ook eentje organiseert, dan heb ik me dan aangesloten, eenmaal dit ook een van de sport. Ja, eenmaal dit ook een van de soort sport is waarvan ik hou. Ik hou van krachtige sport en zo. Dus daar heb ik me dan aangegeven om mee te doen. Ik heb vorig jaar derde plaats behaald. Dus we gaan kijken van het jaar om de eerste plek te behalen. Ja. En hoe ziet die trainingsroutine eruit? Nou, vrij op schema. Want omdat we ruim van tevoren gemeld werden wanneer de dag zou zijn, wanneer de volgende wedstrijd. Dus ik ben vrij goed op schema. En kijk, als je de eerste plaats wil behalen, ga je sowieso goed je huiswerk moeten maken en zo. Dus dat is allemaal onder de knieën. Ja, en ik neem aan dat er verschillende klassen zijn waarin er geparticipeerd wordt. Ja, u valt waarin? Ik val onder de min 105 kilo. En ik denk verder heb je dan de plus 105. En dames is, als ik het goed heb, vrije gewichtsklasse. En ja. Is het veld van min 105 kilo? Voor hoe man laat je drapen? Ik heb een paar namen gezien, snap je? Maar kijk, als je de beste wil zijn, ga je tegen de beste aan moeten. Dus that's it.
Ja. Ja. En wat garandeert dat u in de prijzen kunt vallen? Oh, het garandeert? Kijk, als ik als kleine in de 105 kilo de 30 pack kan behalen. Snap je? Als ik mijn huiswerk maak, dan moet het ook sowieso lukken, toch? Kijk, we gaan sowieso niet zeggen welke categorie ik de eerste zal nemen, maar combined moet het wel ervoor kunnen zorgen dat ik dan de eerste plaats behaal. Ik zeg niet dat ik de eerste plaats ga behalen. Wat ik wil zeggen is dat ik ervoor ga, ja. Volle gas. Is er ook in uw droom dat u Suriname internationaal wil gaan vertegenwoordigen in uw klassement? Ja, klopt helemaal. Dat is een van mijn dromen, hè. Suriname vertegenwoordigen in het buitenland, internationaal. Zoals Strongman als powerlifter. Maakt niet uit, als het beide moet, dan ga ik voor beide. Snap je? Maar we kijken in stapjes, we gaan niet te haast te werk. We gaan even kijken wat eerst komt en dan pak ik mijn kans dan. Yes. Jawel. En hoe is dat bij u allemaal? Hoe lang bent u hiermee bezig? Hiermee bezig ben ik eigenlijk sinds 2019. Maar dan is het allemaal begonnen? Het is eigenlijk meer begonnen bij het stimuleren en motiveren van een van mijn beste maten, Kevin Foster. En als coach ben ik eigenlijk begonnen bij voor één van die onderdelen. En naarmate zag ik hoe leuk het was en ben ik er zelf ook in gaan rollen. En wat is het leuke daaraan, zegt u? Het leuke daarvan is gewoon, je gaat tot je limiet. Je probeert je grenzen te verbreken en daarbovenop ook nog zelf te komen. Dus het mooiste daarvan is adrenaline. En ik ben op zich een adrenaline junkie, dus dit komt goed in van pas. Ja, en wat heeft u op uw naam staan? Wat ik nu op mijn naam heb staan is de laatste strongman die we hadden meegedaan, waar ik aan mee had gedaan hier in Suriname, ben ik op de derde plaats geëindigd. En ja, het vraagt alleen maar naar meer, dus vandaar dat ik dit keer ook mee ga doen, maar dan in de boven de 105 klasse. Ja. En hoe ziet uw trainingsroutine eruit? Mijn trainingsroutine ziet er vrij rustig nog uit, maar dat komt wel op gang. Ja, zolang je mindset ergens op zet, dan komt het wel vanzelf. Ja, en in welke klasse bent u? Ik ben boven 105. Oké, dus niet mekaars concurrenten? Nee, dat nog net niet. Jammer wel, maar... Ja. En hoe is dat veld van plus 105? Het veld van plus 105 is best heavy, want je moet gefocust blijven. Je kan niet even afdwalen van... Hoe heet het? Ik zie iemand daar met een lekkere barra rondlopen dat ik een hapje van wil of zo. Nee, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Je moet vanaf start van de event tot het einde moet je gewoon 100% gefocust blijven. Ja, uw droom? Mijn droom is sowieso om mee te doen met de competitie in Aruba. Ik heb het altijd mooi gevonden en ik volg ze ook altijd op het voet. En ooit eens een keer ook... om mee te doen in Florida. Ja, dat. Dus hard nokken en dan lukt het wel. Zeker weten. Hard nokken en gewoon ervoor gaan. En gewoon je droom niet opgeven. Ja. Maakt niet uit wat voor sport. Gewoon door blijven gaan. Heer Wiki, elke sporters droom, atleet zijn droom is dat er zoveel als mogelijk competities georganiseerd worden. Maar dat is de manier hoe je dus dan ja, kunt nagaan waar je staat en ook zo internationaal verder kunt gaan. Hoe zit dat bij jullie organisatie? Dat klopt. Als atleet ook. Strongest man atleet en powerlifting atleet. Staan we ook als organisatie achter dat we meerdere wedstrijden organiseren in het jaar. Jammer genoeg hebben we voor de strongest man maar één wedstrijd jaarlijks. Een nationaal evenement. Maar ik denk dat we komende jaren weer wel zullen overgaan tot meerdere wedstrijden. Ja. Jawel. Wat zegt u dus aan Suriname alvast voor 4 augustus? Zo, kom op. Komen jullie atleten, beste atleten, aanvuren. Ze hebben de push nodig, de motivatie nodig en zeker weten de power nodig. Lijfelijk aanwezig zijn. Nou heren, dank u wel. Heel veel succes aan jullie toegewenst. Dank u wel.